Hier zit Petrus. Yes, Petrus. Ja, leuk om hier aan mee te werken. Ja? Ja, ik vind het het is natuurlijk in die zin is het gewoon wel een verhaal met wat toch wel enige diepgang met zich meebrengt. Is dat anders dan andere rollen die je wel eens speelt? Ja, dat is wel eens een keer, is dat wel eens minder, ja zeker. Wat ik leuk vind aan de rol van Petrus is dat hij eigenlijk dus twee kanten heeft, zeg maar. Hij is dus en de beste vriend van Jezus, dus en de vriendschap die wij allemaal in het echte leven natuurlijk kennen. Maar ook wel dat je daar misschien op een gegeven moment ook wel fouten in kan maken. Dus dat je door omstandigheden toch wel misschien verkeerde beslissingen neemt. En dat is in die zin ook, denk ik, heel menselijk. Is dat jezelf wel eens overkomen? Nou, dat verraad niet, nee. Nee, maar het is me wel, ja, trouwens, dat is me wel eens een keer overkomen, ja. En daar had ik toen wel wat last van, want ik had er wel moeite mee. Ja, ja dat door geld en macht, dat daar toch het kaf van het koren wordt gescheiden. Helaas, in deze echte wereld. En dat was eigenlijk iets waar ik niet zo bij stil stond, maar wat wel realiteit is. Helaas. En dat had te maken met iemand die jou een kunstje flikte, of hoe moet ik dat... Ja, ik wil daar niet te diep op ingaan, maar ja, dat is wel, ja, dat was wel iemand waar ik wel een hele goede relatie mee had, ja. En die nu wel echt over is. Tussen Jezus en Petrus kwam het uiteindelijk goed. Ja. Ik betwijfel of dit goed komt, maar wie weet. Wie weet. De hoofdpersoon in de Passion is Jezus. Ja. Wat vind je eigenlijk van hem? Ja. Ja, ik vind het een lastige vraag, omdat ik geloof wel in een God, maar ik geloof niet zozeer in een religie eigenlijk. Dus ja, wat vind ik van Jezus? Ja, dan kijk ik naar Jezus als zijn in dit verhaal. En dan is het, dan vertolkt hij het goede van de mens. Mensen kennen jou van onder andere van The Bodyguard, hè? De musical. Ik moest een beetje denken, Petrus is eigenlijk ook wel een soort bodyguard in zekere zin. Als Jezus wordt gearresteerd, dan slaat hij met zijn zwaard een oor af. Hè? Ja, klopt. Dus hij springt echt op de bres. Ja. Nee, klopt. Ik denk dat hij... zo had ik het zelf eigenlijk nog niet gezien. Maar ik denk dat je daar gelijk in hebt. Ja, ik denk dat Petrus inderdaad een soort van bodyguard is voor Jezus. En hij is ook natuurlijk best wel een stoere, sterke man. En ja, ik denk dat hij dat hij ook... Ja, want hij, op het moment dat Jezus inderdaad ook gevangen genomen wordt, dan springt hij echt voor hem in de bres en dan vecht hij echt voor hem. Maar wat ik dan wel grappig vind, is dat hij dus dat oor afslaat en dan vervolgens Jezus het oor weer heelt. Is er een andere rol die jij ook had kunnen spelen? Of die je misschien ook wel een keer zou willen doen? Als ik heerlijk ben, denk ik dat ik ze alle drie had kunnen spelen. Ja, ik ben acteur, dus ik kan zowel Jezus als Judas of Petrus spelen. Ik denk dat Maria was lastig geworden. Maar die drie had ik alle drie kunnen spelen, ja. Ja. Kijk, ik ben natuurlijk niet echt een zanger. Dus ik begrijp wel dat ze mij niet voor Jezus vragen. Ik had het wel mooi gevonden hoor, op een keer. Omdat Jezus, dit is natuurlijk wel een heel interessante figuur. Vind ik. Een fascinerend personage. Kun je eigenlijk zingen? Nee. Nee, volgens mij kan ik wel aardig zingen. Nee, ja, kijk, ik ben natuurlijk geen... Nee, ik ben natuurlijk geen zanger. Dat wil eerlijk zijn. En dat probeer ik ook helemaal niet te zijn. Maar ik denk dat ik wel, tenminste dat hoop ik, dat ik op een eerlijke manier dat nummer kan brengen. En dat is wat ik zal doen.